Ik ben vrij tevreden dat we weer begonnen zijn. We zijn één team en iedereen moet zijn gedag kunnen zeggen. En ik heb de eindverantwoordelijkheid daaromtrent, wat de ploeg betreft. Maar ik wil wel de medezeggenschap van iedereen die in mijn staf zit. Daarom heb ik gekozen voor de capabele mensen te pakken die de know-how van het vak hebben en die een inbreng kunnen hebben naar mij toe, die ook een meerwaarde kunnen betekenen. Dat is belangrijk. We willen nog spelers erbij, hè. Dat is duidelijk. We moeten nog een spits hebben, we moeten nog een middenvelder hebben om Carvalho te vervangen. En zeker een linksachter om Bern te vervangen. En als we daar dan die drie hebben, moeten we daarnaast nog een keer kijken waar onze kern nog een beetje evenwicht mist. En dan hier en daar misschien nog een versterking hebben. Dus ik zou zeggen, graag nog een speler of vijf erbij. Ik ben Bart van Lanker. Ik ben woonachtig in Lierde, 40 jaar. Ik ben aangeworven als assistenttrainer. Dat noemt hier co-trainer van Lorenzo en samen met Arnar. En de andere jongens van technische staf. Ja, mijn taken zijn vooral het klassieke werk van assistenttrainer, maar ook vooral ook de videoanalyses, veldtrainingen, mee ondersteunend met Wim. Naar het fysieke gedeelte toe, dus een beetje klassieke werk. De ambities liggen vooral in het team gebeuren, hè. Dus het team en de spelers individueel zo goed mogelijk verbeteren en beter maken, zodat we toch goede resultaten kunnen neerzetten. Ik ben Thibaut van Akker, ik ben 21 jaar. Ik ben verdedigende middenvelder, maar ik kan ook aanvallende middenvelder spelen. Dus mijn techniek is wel goed. Ik denk mijn passing kan er ook wel door, dus ik denk dat belangrijk is voor op middenveld te spelen. En duelkracht is er ook bij gekomen, dus ik kan dan niet wachten tot dat seizoen kan beginnen. Ja, ik had een nationale ploeg met Van Eno. In Brugge had ik met Christophe Dane gespeeld ook. Karel van Rozen ken ik ook, Jo Koppers. Dus de integratie loopt vrij vlot, dus, maar ik ben geen moeilijke jongen, dus pas mij wel aan. Persoonlijk hoop ik zoveel mogelijk te kunnen spelen en mezelf te kunnen tonen aan iedereen. Maar als team zijnde hopen we een goed seizoen te draaien. Cerkel hoort niet waar dat vorig jaar stond, dus we hopen gewoon een goede start te nemen en dan zien we wel naar de toekomst. Gaat, hop. En probeer dat voetenspel goed te verzorgen, dat je de rest kunt vertrekken naar die andere kant. Okay, ik ben dus Erik de Leuk, keeperstrainer. 10 jaar profvoetballer geweest bij RWDM vroeger. Daarna een aantal jaren keeperstrainer geweest bij RWDM ook. Daarna bij Tubeke, tweede klasse naar eerste klasse gegaan. In de twee laatste jaren bij Standaard Luik. En nu sinds 2 dagen bij Cercle. Ik heb eigenlijk pas 3 dagen geleden contact gehad met de mensen van Cercle. Heel sympathieke mensen, met de staf ook. Dus wat dat betreft prima, geen enkel probleem. Dus de keepers van eerste klasse ken ik allemaal. Nu, er is altijd een verschil tussen de jongens zien spelen en ze dan op training hebben. Ook naar karakter toe, persoonlijkheid. Maar bon, het eerste contact was alleszins heel tof, heel fijn. Het is vooral nu de bedoeling om elkaar te leren kennen. Dat zij dus ook een beetje wennen aan mijn manier van werken. Dat is in eerste instantie belangrijk. Dan ook nu een onderscheid maken tussen aanvang van de competitie, waar de basis toch ligt op basiswerk eigenlijk. En dan geleidelijk aan gaan we overschakelen naar het meer specifieke werk. En door het feit dat we met 3 keepers zitten, kunnen we perfect daarna individueel gaan werken. Dat is geen enkel probleem. Ze hebben 1 dag in Gent getest. Dat zijn labotesten. Bloedtesten, VO2 max testen, de longinhoud, zuurtegraad, lactaattesten. Ook sprongtesten hebben ze gedaan. En de 2e dag is bij ons op het veld getest, looptest, wendbaarheidstesten en weerstandstest. We hebben een periode van 5 weken samengesteld. Van extensieve duur noemt dat bij ons. Nou, iedere keer opbouwen. Ook de wedstrijden worden opgebouwd. Start met 45 minuten spelen, dan 60 minuten spelen, dan 90 minuten spelen. Dus alles wordt echt wel wetenschappelijk bekeken en onderbouwd. Dat is wel de bedoeling.